De politicus van de week is Monique Rottevel. En zij is van LOS, lokaal onafhankelijk Schiedam. Mevrouw Rottevel, goedemiddag. Vertel eens wat over uzelf. Hallo, goedemiddag. Ik ben Monique Rottevel. Leuke bijkomstigheid is misschien om te vertellen dat ik van mijn meisjesnaam Monique van de Ven heet. Ik ben getrouwd met Charles al heel wat jaartjes. Wij hebben saampjes twee dochters en van Charles heb ik één bonusdochter. Het mooiste wat we ooit van de kinderen gekregen hebben zijn twee kleindochters en twee kleinzoons. En één klein kindje op komst in augustus, dus de vijfde. En ja, daar zijn we hartstikke trots op. Tot voor een paar jaar geleden ben ik eigenlijk altijd zelfstandig onderneemster geweest. Waarom ben je lid geworden van de partij LOS? Ik ben lid geworden van de partij LOS omdat ik voor een andere partij in Schiedam zou komen te zitten. Waar eigenlijk te weinig geschikte kandidaten voor waren en die partij niet doorging. Welke partij was dat? Dat was de PVV. Ik had tussendoor had ik contact met Arie Valerius van toen de tijd Leefbaar. Nou ja, die was dus samengegaan met Andreas Rozen van toen de tijd gemeentebelangen. Op een gegeven moment had ik een soort van de primeur aan Arie overgelaten om te vertellen dat de PVV Schiedam niet doorging. Gesprekje met Arie gehad en Arie heeft mij toen gevraagd of ik misschien interesse had om bij hun zijn toen samengegaan als samenwerkende partij. En of ik interesse had om bij hun te komen. Daar heb ik heel eventjes over nagedacht, heel kort. Me een beetje verdiept in de dingetjes die gemeentebelang in de voorgaande jaren had gedaan en Leefbaar had gedaan. Toen ben ik eigenlijk op zijn uitnodiging ingegaan. Hij heeft het daar met Andreas over gehad. En na wat gesprekken zijn we eigenlijk tot de conclusie gekomen dat we wel overeenkwamen. En heb ik de stap gezet omdat ik eigenlijk heel graag iets in de politiek wilde gaan doen. Terwijl dat mij eigenlijk daarvoor nooit heeft getrokken. Wat is nou het belangrijkste punt waar LOS voor staat waarvan jij zegt, ja, daarom ben ik ingestapt? Het belangrijkste punt? Dat zijn natuurlijk, ik wil het daar eigenlijk verder niet te veel over hebben. Maar er zijn een aantal punten waar LOS voor staat. Die ook eigenlijk uit de programma's van Leefbaar, Forum en PVV komen. En omdat mijn ding daar eigenlijk wel ligt. Heb ik zoiets van, dan kan ik bij hun wel instappen. Want ik wil, als ik iets wil, dan moet het voor mij een soort van gebeuren. En ik wilde gewoon heel graag die politiek gaan bedrijven. En ik ga Monique een aantal punten noemen uit jullie partijprogramma. En dan wil ik graag dat je daar kort op reageert. Jullie schrijven, veiligheid is voor ons het allerbelangrijkste. Hoe gaat het met die veiligheid? Veiligheid dat staat bij ons in de speerpunten. En dat heeft echt een topprioriteit. De veiligheid in Schiedam, de burgemeester die zegt, ja, het valt wel mee, het wordt steeds wat beter. Dat kan de burgemeester best zeggen, dat als hij dat vindt en als hij dat zo zou zien. Wij zijn dus van mening dat dat niet zo is. Zeker het veiligheidsgevoel bij de Schiedamse burger, die ligt echt nog ver onder het gemiddelde. En we hebben toch best wel wat criminaliteit in Schiedam. Ja, en de mensen, de burgers, die hebben toch nog niet echt dat voldoende veiligheidsgevoel hier. Hoe zouden we dat kunnen aanpakken, oftewel beter kunnen aanpakken? Ik ben zelf bezig met de laatste keer nog een motie ingediend voor de handhaving. Waarbij wij dus wilden pleiten voor meer geweldsmiddelen voor de BOA's. Zozeer nog niet eens voor de BOA's, maar er is een interventieteam gekomen in Schiedam. Die bestaat uit vijf personen. En die gaan op de ondermijning af, onder andere bijvoorbeeld in de Spaanse polder. Maar je wil eigenlijk dat die mensen beter uitgerust worden tegen criminaliteit? Vind ik wel. Want maar dan ging het ook duidelijk om een proef. Hè. Het is niet zo dat wij zeggen van, oh, kom maar op, geef al die BOA's maar geweldsmiddelen. Want zo werkt het natuurlijk niet. Maar ik bedoel, ik vind als jij in zo'n interventieteam ondermijning zit. En jij moet naar toch wel wat zwaardere delicten toe die er spelen in Schiedam. En jij komt daar met een paar handboeien aan. Vind ik niet dat jij jezelf genoeg kan verdedigen mocht er iets escaleren. Ja.
Ik ga even snel naar het volgende punt, want ik wilde een aantal bespreken. Jij vindt dat we in Schiedam zorgvuldig moeten omgaan met geld, de financiën. Gaan we zorgvuldig om met geld? Hoe staat Los daarin? Nou ja, wij vinden dus inderdaad dat we zorgvuldig om moeten gaan met geld. De laatste keer wat er in de raad natuurlijk een laatste keer besproken is, bijvoorbeeld om een voorbeeld te noemen, het Stedelijk Museum. Daar gaan natuurlijk ettelijke miljoenen in zitten, wat gewoon zomaar tegen de 10 miljoen gaat lopen. En dan denk ik, ja, wij moeten daar over gaan beslissen in een hele korte tijd. Want alles moet snel, snel, snel. En dan denk ik gewoon, ja jongens, kan daar niet iets langer over gedaan worden? Hadden wij niet eerder op de hoogte gesteld kunnen worden? Zodat we daar wat langer de tijd voor gehad zouden kunnen hebben. Om daar gewoon met z'n allen over te brainstormen. Maar uw fractievoorzitter, de heer Rozen, zei, laten we het museum dan maar een jaar dicht doen. Dan kunnen we wat geld sparen. Is dat echt een reële oplossing? Ik denk dat verschillende mensen verschillende oplossingen aan willen dragen. En ja, ik vind de tijd is gewoon te kort die je daarover kan beslissen met elkaar, over kan debatteren. En dat is gewoon hartstikke jammer. En dan zeg ik van ja, dat vind ik nou niet echt zorgvuldig. Jullie pleiten als Los ook voor het volgende, lastenverlichting voor de inwoners. Nou, dat is denk ik voor iedere partij. Maar hoe zien jullie dat dan? Dat staat sowieso ook in de speerpunten van ons verkiezingsprogramma. Lastenverlichting voor de burger in Schiedam. Wij zijn natuurlijk best een klein stadje, vergeleken met omliggende gemeenten ook, in de Randstad. En ik vind gewoon dat we in Schiedam hebben behoorlijk hoge lasten. Als je alleen al kijkt bijvoorbeeld naar de afvalstoffenheffing, riool gebeuren. En dan denk ik van ja, er mag nu wel eens een keer gewoon wat geld terug gaan komen bij de mensen. In plaats van elke keer maar overal geld instoppen in duurzame projecten. Woningbouw wat sowieso wel nodig is. Maar bijvoorbeeld Stedelijk Museum en dit en dat. En denk, we moeten ook eens aan de burger gaan. Al begin met wat kleinere dingen qua hondenbelasting afschaffen of iets dergelijks. Wat verstaan jullie precies onder een gastvrije stad? Nou ja, gastvrije stad, daar verstaan wij onder dat het centrum, gewoon het hele centrum, bereikbaar moet zijn. Voor iedereen die naar Schiedam komt, maar sowieso ook de automobilist. Maar we zitten toch al heel lang met dat parkeerprobleem? Ja, het is een parkeerprobleem. En dan denk ik ook wel eens, ja jongens, er moet meer woningbouw gaan komen. Maar er kan op een of andere manier, daar zouden we over kunnen debatteren. Of ideeën door verschillende partijen over aangedragen kunnen worden. Hoe we nou dat parkeerprobleem eens kunnen gaan aanpakken. Door middel van toch meer parkeerplaatsen te creëren. En waar zouden die dan moeten komen? Ik heb begrepen dat bij de oude brandweerkazerne hier... Wat is het? Schuin achter, schuin voor. Daar willen ze dus ook weer woningbouw gaan zetten. En dan denk ik, ja, je zit ook vlakbij het centrum. Creëer daar ook iets van een parkeerruimte of een parkeertoren. Want het is gewoon in Schiedam is het gewoon een verschrikkelijk probleem. Maar ik vind als je in Schiedam de stad autovrij wil gaan maken. Ja, ik denk nou niet dat dat heel gastvrij is hoor. Ik denk niet dat dat een goed plan is. In jullie partijprogramma staat dat jullie pleiten dat iedereen Nederlands spreekt. Hoe moet ik dat vertalen? Mijn slogan is gewoon in Schiedam. Nou ja, goed, in Nederland is mijn slogan eigenlijk. Is de Nederlandse cultuur leidend en spreken we allemaal Nederlands. En dat gebeurt gewoon veel te weinig. En ja, dat vind ik gewoon heel vervelend. Hoe bedoel je precies met dat gebeurt veel te weinig? In welke situaties bijvoorbeeld? We hebben dus de partij Denk in Schiedam. En die spreken dus over het wijgevoel en over de verbinding. En we moeten elkaar accepteren. Nou, vind ik hartstikke prachtig. Vind ik een hele mooie slogan. Alleen je moet er wel naleven. En je moet niet dingen gaan roepen die je zelf nalaat. En dat vind ik gewoon heel vervelend. Want als je bijvoorbeeld, verder wil ik helemaal niet ageren tegen die partij of wat dan ook. Maar ik vind dus wel gewoon opvallend dat als je bijvoorbeeld op een social media kijkt bij de partij of bij leden van de partij. Dan zie je dus alleen maar Turks of Marokkaanse reacties. En dan denk ik bij mijn eigen, ja, waar is het accepteren? Waar is het wijgevoel? Waar is de verbinding? Want het moet toch niet zo zijn dat wij ons moeten aanpassen en zij het nalaten. En dat vind ik gewoon heel vervelend en een beetje misleidend. Dan een heikel puntje was afgelopen week de Sinterklaasdiscussie, de Zwarte Pieten-discussie. Mensen zeggen van jongens, hou er maar mee op. Wat vind jij van die discussie?
Nou ja, ik vind sowieso, het is een hele nodige, onnodige discussie. Het moet niet eens in sprake hoeven komen. De geluiden uiteraard zijn dus ook als volgt van, het maakt een kind niet uit of een Piet een regenboogpiet is, een groen of een gele Piet. Dus, wat is het punt? Het maakt niet uit. Dus, wat is het punt? En dan worden de rollen omgedraaid, vind ik moeilijk. Dan denk ik van ja, het is geen punt. Er is een handjevol volwassenen die daar moeite mee heeft. Die gaan heel de boel oplopen ruien. Ik vind het gewoon een vorm van polarisatie van de partijen die kiezen om Zwarte Piet zijn kroegspruik af te doen en een roetvechtpiet van te maken. Dan denk ik, een kind heeft er geen problemen mee. Zo wat, laat het zo. Ten slotte, ook wel eens een stelvraag. Stel dat Monique Rottevel één dag de basis in Schiedam met het bekende creditcard en gouden pennetje. Was het eerste wat je doet? Poeh, dat is wel een heftige vraag. Met een creditcard en een gouden pennetje. Nou ja, ik ben er toch gewoon heilig van overtuigd dat er is wat meer in financiële opzichten gedacht moet worden aan de Schiedamse burger. Want dat, ik vind nog steeds dat dat gewoon te weinig gebeurt. En ook sowieso, dat wilde ik ook nog wel even zeggen, dat de burger wat meer inspraak moet gaan krijgen in Schiedam. Bijvoorbeeld middels referenda of dergelijke.